Dit is een nieuwe Opel Mokka E en in deze video ga ik jullie alles uitleggen over deze 100% elektrische auto van Opel. Kijken jullie mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewens en ik ben werkzaam in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewens & Rodem. Nou, op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een video met uitleg over een Opel model of met uitleg over een Opel systeem. Nou, bekijk ons kanaal voor het eerst van harte welkom. Maar vergeet niet om abonnee te worden. Het kost helemaal niks en het kan gemakkelijk via de knop die in het scherm komt. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video uitleg geven over de nieuwe Opel Mokka E. Dus de 100% elektrische auto van Opel. We hebben ook al eerder een video gemaakt over de Opel Mokka met een verbrandingsmotor. In deze video zal ik hierboven ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Nou, en hoe ziet de Opel Mokka E eruit? En hoe werkt de bediening? Dat laat ik je nu zien. Nou, dit is hem dan. Dit is de nieuwe Opel Mokka E. Het model die we hier zien, of de uitvoering die we hier zien, is de Ultimate uitvoering. Het is dus de meest luxe uitvoering. Die voorzien is ook van deze mooie 18-inch lichtmetallen velgen. En daarnaast heeft de Ultimate ook altijd een zwart dak. Of wit dak, dat hangt natuurlijk een beetje van de kleur van de auto af. Nou, bekijk ook voor de meeste recente uitvoeringen en opties en accessoires ook onze website www.liewensrodem.nl. Nou, en hier zien we dus de duidelijke E, hè, waarbij je natuurlijk de elektrische modellen van Opel kunt herkennen. Dat zien we natuurlijk ook al bij de Corsa, maar de Mokka heeft het inderdaad ook. En diezelfde E die zien we hier ook op de achterklep. Nou, en ook beschikt de Opel Mokka E over de nieuwe voorkant, de Opel Visor. En deze uitstraling zien we ook bij de toekomstige Opel modellen terug. Nou, en om de achterklep te openen, dat moet je even weten, maar hieronder de bumper, daar zit een knopje waarbij je eigenlijk de achterklep kan openen. Deze vergrendeling kan uiteraard ook met de sleutel, kun je uiteraard de achterklep ook ontgrendelen. Er worden twee kabels bijgeleverd. Kabel met type 2, eigenlijk voor de stopcontact eigenlijk thuis. Eigenlijk de reislader zoals we het noemen. Nou, dat duurt ook langs om de auto op te laden. Maar kan ideaal zijn bijvoorbeeld onderweg of als je bijvoorbeeld op een camping staat waar geen laadpaal is. En daarnaast wordt er ook een type 3 laadkabel bijgeleverd. Waarbij je eigenlijk kunt laden via een openbare laadpaal of bijvoorbeeld via een wallbox bij je thuis. Het laden van de auto dat gebeurt natuurlijk allemaal achter deze klep. En hier zien we eigenlijk de mogelijkheid om op te laden. Er zijn eigenlijk dus drie manieren voor. Het is via de type 2, eigenlijk het via de reislader, zoals ik al zei. Hè. Dus daarmee kun je hem opladen. Ja, daar kun je gewoon voor de stopcontact voor gebruiken. Mooi zou zijn natuurlijk op een aparte groep. De andere mogelijkheid is natuurlijk het laden via de type 3, hè, via de laadkabel. Kan via een wallbox thuis of een openbare laadpunt. En daarvoor gebruik je inderdaad ook deze. En natuurlijk kan de auto ook snel laden. Nou, daarvoor haal je deze er even af. Die kan je heel makkelijk hier ook even aan worden gehangen. En dan heb je een andere stekker voor nodig. Die bevindt zich uiteraard ook in het snellaadstation. En daarbij zie je dat de accu eigenlijk binnen een half uur voor 80% weer gevuld is. Nou, je hebt bij de Opel Mokka E keuze uit twee boordladers. De boordlader zorgt inderdaad voor hoe snel eigenlijk de batterij ook weer vol gaat. Standaard wordt hier geleverd met een 7 kilowatt. En dat gaat via één fase. Je kan er ook voor kiezen voor een 3-fase laadmogelijkheid. En dan heeft een boordlader van 11 kilowatt. Nou, het verschil zit hem hier momenteel in 1000 euro. Het is een beetje de mogelijkheid van wat rij je eigenlijk. Kijk, als je zegt van ik rijd niet gek veel en ik heb eigenlijk wel tijd genoeg om op te laden. Natuurlijk, dan kan een fase 1 met de 7 kilowatt boordlader ook makkelijk doen. Maar we adviseren toch eigenlijk wel de fase 3 11 kilowatt boordlader. Je ziet toch wel dat het laden natuurlijk even wat sneller gaat. En bovendien is natuurlijk ook dat een grote pluspunt van deze auto. Nou, de Opel Mokka E is voorzien van een accupakket met 50 kWh. Kun je ongeveer 300 km kun je daarmee rijden. Er zit natuurlijk verschil in wanneer je natuurlijk in de winter of in de zomer rijdt. Dus vandaar dat 300 eigenlijk een gemiddelde is. Er zijn natuurlijk wel leuke trucjes voor, daar ga ik je zo ook nog uitleggen over geven. Hoe je het beste eigenlijk daarmee kunt rijden. Nou, de garantie van de accu die zit op 8 jaar of 160.000 km. Of wanneer die eigenlijk minder heeft dan 70% van de capaciteit. En de capaciteit te meten van deze accu, dat kan je inderdaad bij de Opel dealer bijvoorbeeld bij ons, kun je het laten uitvoeren. Nou, de kleur die we hier zien, dat is matcha green. Dat is dus de standaard kleur van de Opel Mokka E. En ook van de gewone Mokka eigenlijk. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie, stoere kleur. Zeker in combinatie met een zwart dak en een chrome accenten, zoals bij deze luxe Ultimate uitvoering. Nou, dan zitten we nu in het interieur van de Opel Mokka E en we gaan de auto eigenlijk eerst starten. Drukken we inderdaad op de startknop. En je kan heel makkelijk altijd controleren wanneer er linksonder ready komt te staan. Dan is de auto gestart. Nou, zoals ik al zei, is dit dus de meest luxe uitvoering, de Ultimate uitvoering.
En deze is ook voorzien van een 10-inch scherm. En dan krijg je ook meteen het 15-inch scherm hier achter stuur. En dat is natuurlijk een prachtig mooi beeld wat de auto dan ook aangeeft. In het scherm kun je zoals nu eigenlijk de navigatie kunnen zien. Maar dan kun je ook informatie zien over het rijden van de auto. Hier links bevindt zich eigenlijk het toerental van de auto, om zo maar te zeggen. En wanneer je normaal gesproken rijdt, dan zal hij inderdaad richting gewoon in het eco dan rijden. Wanneer je dus eigenlijk remt of inderdaad in de B-stand, kom ik zo nog op, dan zie je dat hij richting charge gaat. Dat hij eigenlijk de remenergie weer terugwint in het accupakket. En wanneer je het stroompedaal natuurlijk volledig intrapt, dan zie je dat hij ook richting power gaat. En ja, het rijdt natuurlijk fantastisch. Zorgt natuurlijk wel dat de acceleratie iets naar beneden gaat. Maar dat is natuurlijk zeker een leuke ervaring. Hier zie je voor de rest ook nog de snelheidsmeter in het midden. En rechts zie je inderdaad ook hoe vol de batterijpakket nu is. En die zit nu op 82% bij deze auto. Nou, als we de linkerkant gaan kijken, dan zien we hier inderdaad ook nog de mogelijkheid om de ramen en de spiegels ook in te stellen. Nou, dat zien we natuurlijk bij heel veel open modellen, zien we dat ook weer terug. De verlichting van de auto die bevindt zich eigenlijk hier links achter het stuur. Standaard is de auto ook voorzien van LED-koplampen. Maar je kunt ook kiezen dus voor het Intellilux verlichtingssysteem. Dat is natuurlijk een prachtig mooi verlichtingssysteem. Waarbij die eigenlijk zich helemaal aanpast ten opzichte van waar je rijdt. En ook zorgt dat de tegenliggers uiteraard niet verblind worden. Nou, dan hebben we via het stuurwiel hebben we hier ook nog bediening aan de rechterkant voor het audiosysteem. Harder en zachter. De zenders kun je hiermee opzoeken en hiermee kun je de telefoon opnemen. En aan de linkerkant daar bevindt zich eigenlijk de cruise control. Nou, cruise control bedien je bij deze auto eigenlijk door dit knopje in te drukken. Dan verschijnt er ook een symbooltje in het display. En deze stap naar beneden te doen, dan staat hij op de cruise control. Deze auto is voorzien van adaptieve cruise control. Dat betekent dat hij zich aanpast aan een voorligger. Dus wanneer de voorligger bijvoorbeeld 100 rijdt en je rijdt zelf bijvoorbeeld ietsjes harder, ja, dan zal hij eigenlijk ook afremmen om te zorgen dat hij die voldoende afstand houdt ten opzichte van de voorligger. Nou, voor de rest heeft deze auto nog het winterpakket en dan krijg je dus hiermee het stuurverwarming via dit knopje. Ideaal inderdaad in de winter. En daarnaast heeft hij ook gewoon stoelverwarming. Nou, ik zei het al, deze auto's zien dus van het 10-inch scherm. Het is een prachtig mooi scherm. Die kun je kennen ook bij de andere modellen, bijvoorbeeld over de Opel Corsa E. We hebben uiteraard hier ook al eerder een video van gemaakt over uitleg over dit systeem. Die zal ik hierboven ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Maar het voordeel van het scherm is dat je hier eigenlijk alle knoppen hieronder mooi hebt. Dus je kunt hier precies naartoe waar je wilt. Je hebt aan de zijkant, dat staat nu uit omdat de kachel uitstaat. Ik zal hem even aanzetten, kunnen we even zien. Zie je daar ook nog de kacheltemperatuur, zie je daar ook staan. Dus dit scherm geeft inderdaad ook veel meer luxe dan eigenlijk het standaard scherm. Nou, daarbij heb ik wel een kanttekening dat natuurlijk het navigatiesysteem, dus de grootte eigenlijk van de kaart, de navigatie en ook van het beeldscherm, ja, die gaat niet in de volledige grootte. Ja, dus het scherm is 10 inch, maar de navigatiescherm, zeg maar, dat is een 7 inch scherm, zoals hier ook afgebeeld is. Nou, en zeker bij de elektrische modellen van Opel zien we hier ook nog de E-knop. En daarmee kun je daar ook zien van hoe de stroomverdeling eigenlijk nu gaat. Hè. Nou zie je inderdaad dat er niks gebeurt. Maar als ik aan het rijden ben, dan zie je inderdaad ook daar aanpassingen in verschijnen. Je kunt daarnaast ook naar statistieken. Hè. Dus dan kun je zien van wat eigenlijk je verbruik is, hoe je gereden hebt, etc. En je kunt inderdaad ook nog het uitgestelde laden kun je hiermee aan of uitzetten. Hè. Dus wanneer je bijvoorbeeld zegt, elke morgen moet ik bijvoorbeeld rond de klok van 8 uur ga ik weg. En ik zet hem bijvoorbeeld als ik thuis kom aan de lading, ja, dan gaat hij dus eigenlijk rekenen wanneer hij eigenlijk moet beginnen met laden. En zo zorgt hij dat hij uiteraard om 8 uur dan ook gereed staat. Je kunt het via de My Opel app kun je de e-remote ook nog activeren. En daarmee kun je inderdaad ook de auto nog vol verwarmen of vol verkoelen. Zodat de auto natuurlijk lekker warm is wanneer in de winter wanneer je weg wil rijden. Nou, de kachelbediening zit hieronder. Oh, die kennen we ook natuurlijk van andere open modellen. Klimaatcontrole. Ik zal hem even aanzetten, dan kun je op de graad nauwkeurig kun je instellen. He, dus als ik bijvoorbeeld zeg van ik zet hem op 20 graden, dan regelt hij inderdaad ook dat het 20 graden wordt. En dan kun je hier aan of uit mee zetten. En ook voor de vooruit ontwazeming. Nou, links en rechts, daar bevinden ze ook nog de knopjes voor de stoelverwarming. Nou, en hier beneden, daar zitten eigenlijk nog een aantal knopjes ook voor veiligheidssystemen. Moet je denken aan een rijstrookassistent. Dus als je een beetje richting de berm zou gaan, dat hij dan eigenlijk corrigeert. Ook de parkeerzone kun je nog mee uitschakelen. En deze auto is ook nog voorzien van een parkeerassistent. Nou, dan hebben we hier eigenlijk de mogelijkheid om te gaan rijden inderdaad. Dus natuurlijk een beetje wennen, want we kennen natuurlijk meestal met een pook of op die manier. Maar deze heeft eigenlijk gewoon een schakelaar. De auto die start je dus gewoon in de P. Dus eigenlijk de parkeerstand waar die dan in staat. En wil ik hem in de andere standen zetten, dan druk ik eigenlijk een knopje naar beneden. Wanneer ik één tikje geef, gaat hij gewoon één keer naar beneden. Maar wanneer ik hem wat harder druk, zie je dat hij gelijk 2 gaat. En dan gaat hij gelijk in de D.
Ik kan het altijd hier in het scherm zien waar die in staat. Nou, ik zou, je hebt dus gewoon een D-stand, hè, dus gewoon voor het rijden. Daarnaast heeft de Opel Mokka E ook nog een B-stand en dat is eigenlijk de brake-stand. Sommige elektrische modellen hebben eigenlijk het one pedal drive systeem. Dus dat je eigenlijk met één pedaal kunt rijden en dat die eigenlijk tot stilstand ook afremt. Dat heeft de Opel Mokka niet. Opel Mokka heeft ervoor om de brakestand. En dan wanneer ik hem daarin zet, dan zorgt hij eigenlijk ook voor dat hij ook eigenlijk wat meer gaat afremmen op de elektromotor. En de remenergie, die wint hij weer terug in het accupakket. Gaat er niet volledig tot stilstand, maar hij zorgt inderdaad wel voor dat hij eigenlijk wat meer gaat regenereren. Nou, aan de rechterkant daar bevindt zich ook nog de drive modus. Hij staat standaard altijd op normaal, maar je kunt er ook voor kiezen om op eco te zetten. Nou, eco wil zeggen dat dit kachelsysteem iets minder gaat koelen of verwarmen. En hij zal iets minder vermogen hebben. Nou, daardoor het voordeel daarvan is dat je wel een wat hogere actieradius hebt. De andere kant is uiteraard dat je hem ook in een sportstand kan zetten. Nou, dat woord zegt natuurlijk al, hij heeft wat meer vermogen, geeft echt een boost en echt een mooi sportief rijden. Zeker als je een keer een proefrit gaat maken in deze auto of je rijdt er zelf in. Probeer maar eens even naar de verschillende standen te zien wat hij dan doet. Maar elke keer als je de auto weer start, staat hij altijd weer op normaal. Natuurlijk zijn bij de Opel Mokka ook verschillende bekleding mogelijk. Bij deze luxe uitvoering is die voorzien van Alcantara bekleding. Dat is natuurlijk een hele mooie, chique uitvoering. Nou, als laatste wil ik u nog even het technische gedeelte laten zien. Ja, het lijkt inderdaad net of hier een verbrandingsmotor in zit, maar dat is dus niet zo. De elektromotor die daar ook zit. Maar zo ziet eigenlijk... de technische gedeelte eruit onder de motorkap. En wat meteen misschien opvalt, die vraag krijg ik wel eens. Er zit gewoon een 12 volt accu zit erin. En heel veel mensen zullen denken, nou, maar hij is toch elektrisch? Waarvoor is er dan een accu nodig? Nou, die is dus nodig om bijvoorbeeld inderdaad de deurvergrendeling aan of uit te zetten. En al die kleine dingetjes, daarvoor heeft hij net ook de accu nodig. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat ik je een duidelijk en helder uitleg heb gegeven over de Opel Mokka E. Mocht er nog vragen zijn, kun je deze altijd mailen naar klantencontact@liewensrode.nl. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom om bij ons langs te komen aan Amsterdam Hubert Noord 133 Rode. Waar we uiteraard een nieuwe Opel Mokka en Mokka E hebben staan. Natuurlijk is een proefrit ook mogelijk en we geven je graag de juiste informatie. Nou, ik ben super bedankt voor het kijken van deze video. Volgende week is er weer een nieuwe video en hoop ik zien elkaar dan weer. Tot dan!